Hallo, goedenavond allemaal. Of goedenavond, misschien kijk je wel niet deze avond, maar zie je deze scholing overdag. Mij is gevraagd door Polenzorg om eigenlijk een studie te geven over omgangsvormen, zoals je hier al ziet staan. En omgangsvormen in de breedste zin van het woord. En daar bedoel ik eigenlijk mee dat je omgangsvormen naar patiënten toe, maar ook omgangsvormen, hoe ga je dan om met je verwijzers bijvoorbeeld. Hoe doe je dat eigenlijk? En sommige dingen die zullen een open deur zijn dat je zegt, nou dat wist ik al lang al. Maar het is toch wel bijzonder dat dat niet altijd zo is. En dat zien we hier ook op deze slide, dat is echt zo. Ik heb deels deze studie is uit eigen ervaring, maar ook is deze studie door mensen die er echt verstand van hebben tot stand gekomen. Zie je, misschien is het vanavond wel een bevestiging wat je doet, maar de praktijk van elke dag, die lijkt echt weerbarstiger. Ik weet niet hoe jullie ervaring daarmee is, maar je krijgt toch regelmatig mensen in je praktijk die best wel eens moeilijk doen. En misschien komt het ook wel omdat je zelf een beetje moeilijk doet. Nou, daar gaat dit eigenlijk over. Hoe ga je om met je patiënten en hoe ga je om met de mensen die om je heen die praktijk tot een succes maken?